Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer je snel. En word onderdeel van de oplossing. Goedendag. Welkom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Pieter Stuurman. Ik ga vandaag in gesprek met Paul Smit. Dag Paul. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Hi. Ja. Paul, jij bent filosoof en cabaretier. Dat klopt. Ik zie het in die volgorde op jouw website staan. Is dat ook de volgorde van belangrijkheid voor jou? Nou ja, ik denk over dingen na en dan maak er op podium grapjes over. Dat is wel de volgorde. Daar komt het. Oké, in die volgorde dus inderdaad. Ja. Dus het is een combinatie van filosofie. Was de filosofie er eerst en vond je het toen leuk om daar grapjes over te maken? Of? Ik zat in mijn tiende jaar al in de bibliotheek van alles uit te spitten over menselijk gedrag, over kwantumfysica, al een beetje in opkomst, neurowetenschap. Dus dat is eigenlijk van jongs af aan wel mijn interesse geweest. Okay. En hoe ik dat dan nu vertel is meestal met humor, want dan luisteren ze tenminste. Ja, humor lijkt zaken makkelijker bespreekbaar te maken. Ja, nou ja, dan opent het brein als het ware en dan zijn mensen toegankelijk voor wat je zegt. Ja. Vind je dat cabaretiers ook een functie hebben in de samenleving wat dat betreft? Dat ze het moeilijk bespreekbare... Juist. Juist, ja? Ja, omdat ik vind het de kunst van cabaretiers. En ik vind dat ze nu ontbreken in deze fase. Het zijn er een aantal. Dat valt mij ook op, ja. Guido Weijers, Tisje Bojay, die hoor je dan wel. Ja. Maar nu kun je juist met humor bepaalde dingen aan de kaak stellen. Ja. En waarom is humor daar zo geschikt voor? Ten eerste... als we lachen, wordt het pleziersysteem getriggerd. En dat maakt dat je graag wilt luisteren. Maar op het moment dat iemand heel serieus, zwaar beladen, hele diepe informatie geeft die tegen jouw paradigma ingaat, dat is voor dat brein... Dus je zegt eigenlijk van, je kunt informatie die op zich wel zwaar is, zwaar beladen is, of soms ook controversieel is, makkelijker bespreekbaar maken als je het humor... Als je humor als instrument gebruikt. Zeker, zeker. Oh, okay. Ja, en dat zie je bij bijvoorbeeld Lubach, die doet dat natuurlijk, die gaat op onderzoek uit. En dan kom je altijd erop uit dat macht corrumpeert. Ja. En als je daar dan grapjes over maakt, dan gaan mensen massaal kijken. Ja, oké. Maar het is ook beter verteerbaar dan voor mensen, als ik het goed... Dat draait, kijk, jouw brein kijkt altijd, kan iets mij plezier opleveren en kan ik pijn en moeite vermijden. En op het moment dat jij dus een bepaalde zienswijze hebt... En jouw familie daarmee lastig valt, dan denk je, dat druist in tegen wat ik geloof. Mm-hmm. Dit is pijn en dit kost moeite. En dan krijg je dat het brein dat afstoot. Oké. Ja, want het valt mij namelijk ook op dat de cabaretiers op dit moment schitteren door afwezigheid. Iemand als bijvoorbeeld Theo Maassen, die normaal gesproken heel goed is in het aansnijden van gevoelige onderwerpen en daarvoor het humorinstrument kan gebruiken om een mate van veiligheid te creëren, om het toch te kunnen bespreken. Ja. Dat hij het nou niet aan lijkt te durven, of in ieder geval hij spreekt zich niet uit hierover. Ja. Ik wil niet per se... Misschien komt dat nog, hè? Omdat, kijk, wij mogen met z'n allen niet meer op een podium staan. Ja. En misschien is het omdat dat even ontbreekt, dat we onze stem niet laten horen, veel niet. Ja, oké. Dus het zou ook aan de omstandigheden kunnen liggen, zeg maar. Praktische omstandigheden. Ik hoop het maar. Ik hoop het ook maar. Hè? Ja. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen van, misschien liggen de zaken op dit moment zo gevoelig dat het humorinstrument onvoldoende veiligheid biedt. Nou, kijk, het lastige van mensen is dat als je tegenwoordig ergens kritisch over nadenkt, wat ik als filosoof juist zo belangrijk vind. Word je gelijk in een hokje gedrukt. Ja. Dus als je maar enigszins kritiek hebt of een kritische blik werpt, zeggen ze, complotdenker. Ja. Dus die polarisatie wordt nu enorm. Ja. En dat komt ook. Als je enigszins kritisch denkt, zie jij vanuit een ander perspectief, kijk je naar de dingen. Mm. Maar mensen die dat liever niet doen, die houden vast aan hun standaard paradigma. En dat is enerzijds veilig en kost geen energie. Mm. En anderzijds behoud je groep binnen jouw sociale club. Ja. Want er is voor ons brein niet zo erg als buiten jouw sociale groep vallen. Okay. Omdat in de oertijd was dat je dood, hè? Ja. En dat zit er zo diep in. Je had de bescherming van de groep had je nodig om te kunnen overleven. Ja. En dat is een restant wat we nog met ons meedragen op dit moment. Of is het nog steeds zo? Nee, het is ons oerbrein. Wij leven eigenlijk met een oerbrein in een totaal nieuwe situatie. Okay. En daarom heb je allemaal mismatches. Ja. Dus wat zijn wij gewend om te leven in groepen van ongeveer 150 mensen...
En wie was de leider? Dat was degene die mensen gingen volgen. Dus dat was vaak de meest getalenteerde, maar ook de meest beschermde en meest empathische. Ja. En dus dat is onze natuurlijke situatie. En waar we nu in zijn terechtgekomen, daar zie je nu ook dat dat macht corrumpeert daardoor. Ja. Hè? Want die leider, dat brein weet ook niet meer wat hij moet doen. Mm-hmm. Maar wat je ook blijft zien is dat die groepsdruk van die mensen enorm is. Okay. Dus als mensen nu, dan loop ik door de Albert Heijn en heeft iedereen zo'n stuk stof voor zijn mond. Ja. Het werkt natuurlijk niet, nee. Dat weten we. Hè? Ik denk alleen dat iedereen dat weet. Mensen dragen dat niet zozeer omdat ze zichzelf willen beschermen voor een of ander killervirus. Mm-hmm. Maar omdat de mensen om jou heen jou raar aankijken als jij hem niet draagt. Ja. Ik bedoel, mij boeit dat niet. Nee. Ik was laatst in de Albert Heijn, er was één andere jongen die droeg hem ook niet. En dan heb je gelijk zoiets van, wij zijn matties. Dan ontstaat er een nieuw groepje. Ja. Een nieuw groepje van twee in dit geval. Oké, goed, groepsdruk, dus de angst om geëxcommuniceerd te worden in het ergste geval. Ja. En dan alleen over te blijven. En dat geldt voor alle lagen. Als jij, ik ken artsen, jij ook, die op een andere wijze kijken dan wat wij nu te horen krijgen via de media. Maar ik ken ook mensen die binnen de media werken. En als ik ze één op één spreek, zeggen ze, ik geloof ook allemaal niet precies hoe het nu wordt belicht. Ja. Alleen als arts of als journalist wil jij niet zo snel je mening echt verkondigen, want dan lig je buiten de groep. Ja. En als je dan ook nog een hypotheek hebt en een gezin, dan is het brein kiest overleving altijd boven de waarheid. Ja. En dat is het probleem. Dat is het probleem, oké. Dus dat betekent dat de waarheid in principe altijd het onderspit delft. Juist. Oké. Hey, wat ik op jouw site ook interessant vond, is dat je het veel hebt over verandering. Mm-hmm. Verandering is kennelijk een onderwerp wat jou bezighoudt. Ja, ik vind het interessant van hoe werkt dat in dat brein? Waarom veranderen mensen en waarom zeggen we rationeel, we gaan A of B doen? Mm-hmm. En zegt jouw primaire brein, doen we lekker niet. Ja. En dat is altijd het conflict wat er is. Ja, oké. Dus dat betekent, je schrijft ook bijvoorbeeld dat 70% van de voorgenomen veranderingen, dat die eigenlijk mislukken. Je noemt als voorbeeld ook van, ik ga met oudjaar stoppen met roken, drinken, noem maar wat. En dat lukt bijna niet. Nee, dus op 1 januari zegt jouw neocortex, jouw rationele deel, en nu ga ik naar de sportschool en 10 kilo afvallen. Ja. Alleen het oudste deel, jouw reptiele brein, die wil veiligheid en routine. Ja. Dus die keert altijd weer terug naar wat die deed. Ja. En jouw limbisch systeem, wat in het midden zit, die wil simpelweg plezier en die wil pijn en moeite vermijden. Dus je ziet ook mensen die houden dat met die kracht van die neocortex een weekje of twee vol. Mm-hmm. En dan schiet je gewoon weer terug in je patroon. Dus het vasthouden aan het bekende is een kenmerk van het reptiele brein. Omdat het, omdat het bekend en veilig is. En energie bespaart. Je schrijft hier waar verandermanagement in zo'n 70% van de gevallen mislukt. Zien we dat onder de coronacrisis de meeste mensen wel ineens bereid zijn tot verandering. Dat lijkt in contradictie te staan met wat je net zei. Nu ga ik weer terug naar het oerbrein. Ja. Wanneer veranderden we toen? Dat is of vanuit passie of vanuit urgentie. Nou, passie komt voort uit seksuele selectie. Wat inhoudt dat zo'n wezentje wel zijn talenten wil ontplooien en wil etaleren, zodat je meer partnerkeuze hebt. Mm-hmm. Dat zit gewoon in ons verankerd. Dus we veranderen vanuit passie en urgentie. Als er bijvoorbeeld schaarste was of een dreiging van een andere stam of van wilde dieren, moest je ook veranderen. Ja. En als er geen passie is of geen urgentie, kiest het brein altijd voor het behoud van energie, dus routine. Mm-hmm. En wat je nu ziet met corona, er wordt vooral in het begin 3,4% zal doodgaan, killervirus. Mm-hmm. Ja, dat reptiele brein dat denkt gelijk vechten, vluchten, bevriezen. Ja, ja. En dan veranderen mensen. Okay, je urgentie maakt dat we in één keer veranderen. Dus de emotie angst maakt mensen bereid om verandering te aanvaarden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dus een macht hebben kan het beste sturen op angst. Ja. Want dan weten ze, dan kunnen we de boel lekker richten. Dat is heel logisch. Dus je zou bijna kunnen zeggen, angst is de sleutel tot verandering. Tijdelijk, als die angst wegvalt, en dat zie je nu al, 3,4%, 0,23%, dan komt het reptiele brein tot rust. Dan gaat die neocortex weer werken en mensen gaan nadenken. Ja. En nu zie ik... Dan komt de ratio weer in beeld. Ja, en als ik nu mijn LinkedIn afga, ik zie allemaal CEO's, directieleden.
die allemaal hele kritische geluiden laten horen. Mm. En dus nu zie je dat die verandering vanuit urgentie, dat begint af te nemen. Maar dat zou dan inderdaad verklaren dat mensen eerder geneigd zijn om tot verandering te komen als de situatie, de status quo bedreigd wordt, dan wanneer er een mogelijkheid is om die status quo te verbeteren. Want dat vergt het vermogen om over de bestaande realiteit heen te kijken. Ja. Om een voorstelling te kunnen maken van wat mogelijk zou zijn, wat zou kunnen gebeuren of wat, mm-hmm. hoe zou het eruit kunnen zien. En dat is op zich een rationele overweging. Dat lijkt een rationele overweging. Okay, maar in ieder geval meer rationele overweging dan de angstimpuls, zeg maar, de angstreflex. Ja, ja. Akkoord. Maar het dilemma van de mens is nu dat de routine wint het altijd en de verslaving naar plezier. We zijn allemaal dopamine verslaafd met die telefoontjes. Het is, als jij in de oertijd een konijn zag, kreeg je een shot dopamine en dan zette jouw hele brein aan, nu ga ik hem vangen. Ja. Maar als pliep pliep op jouw telefoon doet, krijg je ook zo'n shot. Ja. Alleen als je dat 600 keer per dag hebt, dan heeft jouw brein het idee dat je 600 keer een konijn gaat vangen. Ja, ja, okay. Dus vandaar dat we een beetje gek worden. Ja, het wringt wat. Ja, het leidt tot verwarring. Maar je ziet nou in deze situatie dat mensen bereid zijn tot verandering, maar niet alleen bereid tot verandering, maar ook bereid van juist het inleveren van zaken die plezier geven. Ja. Dus het zijn precies die zaken die plezier geven, die nu op de tocht komen te staan of simpelweg niet meer mogelijk zijn. Ja, en dat komt, angst wint het boven plezier. Okay. Hè? Dus als het gaat om je overleving, dat wint het. En nu zie je ook nog dat sociale druk wint het ook nog van plezier. Okay, dus maar die sociale druk, daar zit natuurlijk ook een angstelement in, namelijk het angst om geëxcommuniceerd te worden. That's it. Okay, ja. Dus je komt dan toch steeds weer terug op die angstemotie, die de deur opent voor de acceptatie van verandering. Daar komen we dus eigenlijk op neer. Juist. Dus, okay. Je ziet nou dus jij noemt het net al, hè, als je als machthebber of als regering verandering wil doorvoeren, dan is het gewoon het handigste om het angstinstrument in te zetten. Ja, en dat, als we de geschiedenisboeken erop naslaan, die golfbeweging die zien we natuurlijk honderden jaren. Dat zou natuurlijk kunnen zijn. Kijk, als mensen in die angstemotie zitten, dan gebruiken ze dus hun rationele vermogens minder. Juist. Je kunt ze niet mixen met elkaar. Of tenminste moeilijk. De angst en emotie overroelt zeg maar jouw ratio. Precies, hè? Dus je kunt rationeel zeggen van joh, maar 0,23% overlijdt aan dit virus. En dat zijn vaak ook nog mensen van rond de 80 met onderliggend lijden. Ja. Dat snap je rationeel. Maar als er maar één artikel in de krant staat, 33-jarige gezonde jongen overleden door corona, dit is wat zijn weduwe je wil zeggen, dan gaat dat emotionele brein denken, oh shit, het wordt opeens visueel dichtbij en dat overroelt totaal jouw rationele vermogen. Dat is inderdaad wat ik ook waarneem, hè? Dat op het moment dat mensen in heftige emotie zijn, met name in angstemotie, lijken ze niet bereikbaar voor een rationeel. Hetzelfde als jij ruzie hebt met je partner. Jullie gaan allebei tekeer tegen elkaar. Mm. Op dat moment kom je nooit. Dat is gewoon, die graaft allebei een kuil, zeg maar. Ja, ja. Wat werkt is dat je een uurtje afstand neemt. Ja. Dan doet je ratio het weer. En dan ga je gewoon weer even babbelen. Even wachten tot het over is, als het ware. Ja. Ja, ja. Ja. Tot je weer toegang hebt tot je verstandelijke vermogens. Daar komt het maar wat je nu ziet, als de media natuurlijk continu alleen maar de angststatistieken laat zien, de individuele gevallen. Mm. Als jouw selectieve perceptie dus wordt dat alleen die informatie binnenkomt, heb je een totaal vertekend. Waarom werkt een individueel geval beter dan een collectief verschijnsel? Dat is omdat ons brein niet zoveel met statistieken heeft. Omdat dat is ook vanuit de oertijd al, hè? Ja. Dat had je niet. Ja. Maar wat je wel had, is dat je een individueel emotionele situatie voor je zag. Ja. En dat had impact. Okay. En dat is nog steeds zo. Dus als de media een specifiek geval van 33-jarige man overlijdt aan corona, dan kunnen mensen zich daarmee identificeren. Dus juist. En dan voelt het alsof het jezelf zou kunnen overkomen. Daar komt het eigenlijk op neer. Juist. Ja. Dit wordt natuurlijk strategisch ingezet. Tenminste, naar mijn visie wordt dit strategisch ingezet. Er zijn mensen die dit dus begrijpen en hun doelen willen verwezenlijken door op de angst van mensen in te spelen. Is dat iets wat jij ziet? Het is tweeledig. Ja. Ten eerste hebben we te maken met dat macht corrumpeert. En dat zit hem er al in. Kijk, als in de oertijd de leider van die groep van 150 zich ging misdragen, dan was er een stop. Dat houdt in, a strategy to overcome the powerful. Ja. Wat inhield, de rest van de groep stopte simpelweg met het volgen van de leider. Ja, die verloor zijn macht, klaar. Bij chimpansees zien we dat ook. Als de alfaman zich goed gedraagt,
mag die daarna met pensioen, mag die binnen de groep blijven. Maar het komt vaak voor dat die alfa-aap zich misdraagt. Mm. En dan gaan de beta-mannetjes daaronder samenspannen en die kicken hem van zijn troon. Okay. Dat was bij ons precies hetzelfde. Ja. Maar wat je nu ziet, door alle constructies in de samenleving, kunnen wij die leider, die incompetent soms is, vaak is, ja, kunnen we niet afzetten. Nee. En zo'n leider, dat brein van een leider, kan leiding geven aan 150 man. Daarom is een compagnie in het leger 150 man. Dat kan jouw brein overzien. Okay. Daarbuiten heb je leiderschapsproblemen. Ja. Overal. Ja. Dus je moet een leider, vooral die mannetjes, hou ze in de gaten, moet je in de gaten houden. Ja. Want hun brein raakt verslaafd aan macht. Je krijgt spelletjes, je krijgt de lobbyisten, de politieke structuren. Vandaar dat het volk, maar ook journalisten, en dat laten ze ook vaak na, vind ik, moeten die leiders in de gaten houden. Die moet je af en toe terugfluiten. Ja. Anders is er geen stop. Nee. Nou, wat je nu ziet is dat er structuren zijn ontstaan waarbij de leider denkt, hey, ik krijg weerstand, dus wat doet hij? Censuur, met angst dreigen, represailles, boetes opleggen, al dat soort dingen. Uit een soort wanhoopsactie. Mm-hmm. Maar het feit dat Café Weltschmerz er is, met het feit ook Zembla en Tegenlicht, al die programma's, dat is eigenlijk een stop. Dat is een huidige strategy to overcome the powerful, om te laten zien, we moeten die leiders in de gaten houden. Ja. Dus enerzijds hebben we te maken met machtsmisbruik, omdat ons brein niet met macht om kan gaan. Mm-hmm. Aan de andere kant heeft ook een leider meer dan 70 cognitive biases. Wat inhoudt dat jouw brein al op 70 manieren informatie op een verkeerde manier interpreteert. Op een verkeerde wijze naar de wereld kijkt. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met selectieve perceptie. Mm-hmm. Heeft te maken met confirmation bias. Dat houdt in dat als jij mij iets vertelt wat strookt met mijn huidige paradigma, ga ik helemaal met je mee. Maar als je iets zegt wat tegen mijn paradigma ingaat, dan duw ik dat weg. Okay. Nou, en daar heb je er dus 70 van. Je maakt een soort preselectie en van wat kan ik toestaan en wat moet ik afwijzen. Juist. Ja, okay. Als je het zo vertelt, dan zie ik voor me dat er een onthechting is ontstaan tussen de machtige, nou ja, wat jij alfa-males noemt. Hè? Nou, Rutte is geen alfa-man, hè? Nee. Die had in de oertijd nooit. Nee, maar goed. Nee, goed. Het gaat dus meer om positie dan om bekwaamheid, mag ik dat zo zeggen. Ja. Ja. En juist omdat er een onthechting ontstaan is tussen de verantwoordelijkheden van de leiders, de controle daarop, en ook omdat degene die die controle zou moeten uitvoeren, zoals de media bijvoorbeeld, op dit moment ingelijfd lijken door de macht, is er een soort gat ontstaan tussen degene die macht uitoefenen en degene over wie macht uitgeoefend wordt. Juist. Is dat een onoverbrugbare kloof, lijkt het wel eens. Hoe zie jij dat? Hoe groter die kloof wordt, des te meer opstanden zie je ontstaan. Ja. Onaanraakbaarder degene die de machtsposities... Ja, maar je ziet bijvoorbeeld de koning van Thailand, dat is een heel concreet voorbeeld. Ja. Die zit nu in een heel lelijk Duits hotel met 20 matresses. En die is totaal, heeft die scheid aan zijn hele bevolking. Je ziet, in Thailand gaan ze hem gewoon massaal de straat op en dat is een stop. Ja. Hè? Dat is gewoon van, hij moet weg. Ja. Maar hoe groter die afstand dus wordt, des te meer het volk in opstand zou komen. Okay. En dat is de hele geschiedenis al, hè? Ja. Dat is vanaf het val van de Berlijnse muur tot noem het allemaal maar op. Is dat de reden dat dictaturen altijd eindig zijn? Ja. Want in principe is een dictatuur een situatie waarbij er geen verbinding meer bestaat tussen leiding en degene die leidingen gegeven worden. Ja. Het gaat alleen nog maar om de belangen van de dictator zelf uiteindelijk. Dus vergelijk het met die groep van 150. Ja. Die groep kan alleen functioneren als daar een leider is die wordt vertrouwd, die empathisch is naar de groep, die voorbeeldgedrag vertoont. En die leden van de groep ook persoonlijk kent. Juist. Ja. Maar op het moment dat die leider zich gaat misdragen, zullen die 149 in opstand komen en hem eraf schoppen. En dat is wat in het klein is en dat is ook wat in het groot is, want wij keren altijd terug naar onze natuurlijke programmering. Oké. Okay. Dus je wil zeggen dat deze situatie eigenlijk een tijdelijke toestand is. Dat het eigenlijk niet anders kan dan dat het goed komt. Daarna komt er ook weer wat nieuws. Hè? Het is gewoon een eeuwige golfbeweging. Ja. Maar je moet het gewoon een beetje van een afstandje bekijken. En niet te veel in paniek raken. Oké. Okay. Ja. Nou, dit, zoals je net al zegt, deze vergelijkbare situaties hebben we natuurlijk al veel vaak meegemaakt in onze geschiedenis. Zie jij dat mensen van die verschillende gebeurtenissen iets op hebben gestoken? Laat maar zeggen dat ze daar een steentje aan het bewustzijn is bijgedragen. Zodat er geleerd wordt van dat mensen, nou laat maar gewoon zeggen, door schade en schande leren. Ja, alleen het probleem is wat een AI niet heeft. Een AI heeft
geleerd en dat kan gedupliceerd worden op een volgende AI, Artificial Intelligence. Bij mensen doen fantastische levenservaringen op, hebben allemaal prachtige wijsheden en dan gaan we dood. En dan moet zo'n jong murmeltje moet alles weer opnieuw leren. Vandaar dat de ontwikkeling van de mensheid vrij traag gaat. Oké, dus je zegt dat de ontwikkeling van het collectieve bewustzijn kan het individuele bewustzijnwordingsproces niet bijhouden. Ja, plus het dilemma is ook, dan hebben we iets geleerd, maar de situatie daarna is weer net wat anders net wat dan anders. Wat we kennen. Want nu hebben we natuurlijk ook alle technologie erbij nog. Het is allemaal net wat complexer dan eerst. Oké, dus daarmee zou je kunnen stellen dat mensen onvoldoende zien wat de overeenkomsten zijn tussen de verschillende gebeurtenissen. Die zijn er wel, dat moet je echt je interesse zijn om dat te zien. Je moet er je best voor doen. Je moet er je best voor doen en dat moet je interessegebied zijn. Om even terug te komen op die verandering. Hè? Dus we hadden het net over, wil je dus mensen een bepaalde richting insturen? Wil je ze ervoor zorgen dat ze veranderingen accepteren? Mm-hmm. Dan moet je het angstinstrument inzetten. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je... ik moet anders zeggen. Angst is dus handig als je tot verandering wil komen. Tijdelijk is het handig. Dus het irrationele is handig om het rationele, gerealiseerd te krijgen. Ja, dat is ook neuromarketeers. Hè? Ja. Die triggeren continu op jouw emotionele systeem. Ja. Zodat jouw onbewuste brein opeens een product wil. Mm-hmm. Dan koop je dat en daarna verzint jouw ratio een verhaaltje over waarom je het hebt gekocht. Okay. Terwijl ze jouw onbewuste systeem getriggerd hebben. En dat heb je vaak niet door. En maar dat betekent dus dat als beleidsmakers of regeerders of machthebbers in het algemeen... zelfs al zouden ze het beste voor hebben, met de samenleving en de mensen die daarin in leven... dan zou het nog handiger zijn dat als ze een gunstige ontwikkeling willen... rationeel gunstige ontwikkeling willen om het reptiele brein te appelleren. Ja, vooral dat limbisch systeem, laat ik het zo zeggen. Wat ik niet snap, ik heb een training dat al die principes worden belicht. En dan zeg ik, waarom zetten we diezelfde techniek niet in om het onderwijs te verbeteren? Of om opvoeding voor mensen makkelijker te maken? Ja, want we weten nu hoe het werkt vanuit neurowetenschap. En waarom zetten we het altijd weer in om spulletjes uit China hier te importeren en nog meer zooi te verkopen? Ja. Dat is ook weer te verklaren waarom de mensen dat doen. Maar het kan wat beter dan hoe we het nu doen. Ja. Homo sapiens is best een raar diersoort. Ja. Er zitten toch al wat valkuilen in, hè, als we het zo bespreken. Hè? Ja. Ja. Hoe zie jij de situatie nu? Hè? Ik bedoel, de situatie als deze, die hebben we eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. Tenminste, niet in onze tijd van leven. Hè? We hebben een aantal decennia vrij veel rust gehad hier in West-Europa. Ja, saai. Hè? Ja, saai. Hè? Ik bedoel, zie je het vooral als interessant of zie je het ook als zorgelijk? Vanuit gedragswetenschap vind ik het interessant. Ja. Gewoon om te zien hoe mensen bewegen, hoe mensen handelen en hoe irrationeel we zijn. Mm-hmm. Ik heb ook een zoon. Heb ik ook wel eens wat dat ik denk, waar groeit hij nu in op? Gaat hij straks, als ze dat doorvoeren, ook met een pasje moeten lopen met een van de niet werkende vaccin, met een barcode en het is natuurlijk krankzinnig dat een leeftijdsgroep die ongeveer 0,0 risico loopt, nu wordt opgesloten in huizen. En als hij naar buiten mag hij met één vriendje rondlopen. Ja. Dus het is krankzinnig. Ja. En dat ziet hij ook wel. Ja. En gelukkig heeft hij zijn vriendjes er scheid aan. Ja, daar ben ik blij mee. Ik merk dat ook bij de jongens die wij thuis hebben, 17 en 19. Ja, en die werken er gewoon omheen. Doen ze ook. Ja, ja, precies. Brein is slim genoeg. Hey, maar wat is er nou, je zegt dit is krankzinnig. Wat is er nou kwalijk aan? Is het die krankzinnigheid? Is dat het kwalijke element in wat je waarneemt? Nou, kijk, als ik vanuit gedragswetenschap kijk naar hoe de politiek wordt bedreven, dan kan ik enigszins meegaan is dat zo'n minister onder stress staat, daardoor niet helder kan nadenken, omringd is met een sociale groep, RIVM, met alleen maar angststatistieken, angstvoorbeelden. Dan hebben we het bandwagon effect. Dat houdt in dat als leiders in de andere delen van de wereld hetzelfde doen, denkt je brein, dan zal het wel zo horen. Ja. Dus ik kan in heel veel meegaan dat ik denk, het beleid wat zij neerzetten komt voort uit onkunde van het brein. Okay. Alleen, het is nu zo krankzinnig geworden dat ik vanuit gedragswetenschap dit niet meer kan begrijpen.
En dan komen we op het deel macht corrumpeert. Okay. Dus dan moeten we gaan zoeken welke lobbyisten zijn er, welke spelletjes worden er gespeeld. Welke belangen? Welke belangen, follow the money. En die mix van zeg maar onkunde door het subjectieve brein plus macht corrumpeert. Hmm. Dat is denk ik waarom we dit beleid nu hebben. Wat totaal irrationeel is. Wat vind je het meest kwalijke element? Is dat het irrationele? Of het vrijheidsbeperkende? Of wat merk jij op? Kijk, ik merk aan je dat je er soms dus ook zorgen over maakt. Net als ik overigens. En zoals vele mensen tegenwoordig. Hè. Ik denk dat er geen marginale stroming meer is in de samenleving. Van mensen die hun reptiele brein overstijgen. Ja. En nu opmerken dat er dingen niet in orde zijn. Wat is voor jou het meest... Kijk, zorgelijk het hierin. Zorgelijke is dat ze de schuld schuiven naar de bevolking, want jullie gedrag klopt niet. Nee. Oké, dus even heel rationeel gekeken, even reptiele brein uit. Ze hebben nu zo, wat Rutte zei, 90 miljard uitgegeven aan dit grapje. Mm. Er zijn 8200 mensen op dit moment overleden aan corona, gemiddeld 80-jarigen met onderliggend lijden. Dat is 90 miljard gedeeld door 8200 is 11 miljoen per persoon. Mm. Een vriend van mij heeft kanker, longkanker, die is 45 jaar oud. En een kankerpatiënt mag €40.000 kosten. Ja. Dus bij hem wordt gezegd, ja meneer, het geld is op. Het wordt niet meer vergoed. Ja. Dus ik heb het gesprek gehoord met de arts, die zegt dat niet letterlijk, maar het komt wel op neer. Ja, dit zijn onze mogelijkheden en we zitten aan de grens. En dus je kunt mij niet verantwoorden dat dus kanker, wat natuurlijk vele malen meer voorkomt dan dat kleine beetje corona, dat 40.000 mag kosten. Ja. Maar een virus van 0,23% mortality rate, daar geven we dus 11 miljoen per persoon aan uit. Aan 80-jarigen, waar ze zich nog nooit om hebben bekommerd, gezien de bezuinigingen. Ja. Dat is niet... Nee, dat je zou dan ook nog en dan tegen je bevolking zeggen, nu gaan jullie allemaal met een niet werkend mondkapje ga je rondlopen. En anders krijg je ook nog eens een boete. Ja. En je mag maar met één persoon naar buiten, het theater moet dicht en... Het is ontdaan van elke ratio. Daar komt het eigenlijk op neer. Er zit geen logica in. Als het echt uit onkunde vanuit het brein is, dan zijn deze leiders niet competent en dan moeten we ze weghalen. Maar dat geldt dan voor alle leiders van alle landen. Klopt. Ja. Maar, en als macht inderdaad te veel corrumpeert, moeten ze ook weg. Ja, dus dit is gewoon een dikke onvoldoende. Dus, maar goed, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk de bevolking die bepaalt wie daar de leiderschapsposities mag bezetten, zeg maar. Soms worden ze ook niet gekozen, maar worden ze geplaatst in de dictatuur. Maar uiteindelijk is het de gehoorzaamheid van de bevolking die bepaalt of ze in het zadel mogen blijven zitten. Ja. Als we nou zien dat in vrijwel alle landen die macht gecorrumpeerd is, op een schadelijke manier, en dan zou dat betekenen dat wij tot herbezinning moeten komen van wie en hoe gaan wij aan wie de posities toekennen. Maar ik denk dat de mensheid, willen we het hier nog een tijdje leuk houden op de planeet, op allerlei vlakken een herbezinning moeten gaan hebben. Hoe wij omgaan met voeding, hoe we omgaan met opvoeding, met onderwijs, met... op alle vlakken valt er nog wel wat te verbeteren. Hè? Ja. En dit is daar één van. Ja, oké. Zou deze crisis nou misschien de functie hebben om mensen te prikkelen om na te gaan denken over al deze zaken, om tot herbezinning te komen? Ja. Want als je de film een beetje terugdraait, dan zie je wel dat er eigenlijk al een heleboel structuren in de samenleving al lang niet in orde zijn en ook steeds meer niet in orde worden. In die zin zou je kunnen zeggen van oké, deze crisis is noodzakelijk om een aantal vereiste dingen recht te zetten. Dat zag je na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is een hevige crisis. Ja. Door een crisis zien we gedragsverandering. En je zag een enorme saamhorigheid en wederopbouw. Ja. En dus never waste a good crisis. Ja. Dit, als we helemaal uitzoomen, zien we dat dit gewoon een golfbeweging is op die tijdlijn. Het is wel een flinke golf hoor, naar mijn inzicht. Ja, nou ja. Iets van deze omvang en deze impact wereldwijd heb ik in ieder geval niet kunnen terugvinden in de beschreven geschiedenis. Nee, dat komt. En dat zit natuurlijk, alles zit nu zo verweven met elkaar. Ook de lijntjes zijn heel klein door het internet. Ja. Dat dit nu kan. Maar goed, ook dit gaat weer ten onder. De alles in de hele... Je hebt vertrouwen in de toekomst. Nou ja, die hoeft niet zo... Ik heb vertrouwen in die golfbeweging, want daarna komt er ook iets nieuws. Het is gewoon never ending. Dus die golfbeweging is gewoon een wetmatigheid. Daar kun je gewoon op bouwen. Daar kun je haast gewoon een wiskundige formule tegen. Gooi je net als de bewegingen van de economie. Dat is precies die Kondriev-golf. Dat is ook al iedere keer hetzelfde. Ja, oké. Dus het gaat gewoon komen. Ja, leiders komen en die gaan. En aan alles beweegt continu. Ja.
Oké. Maar ik geloof ook weer niet in een soort utopie dat we naar een enorme spirituele leuke... Nee, dit is gewoon de aard van de mens. Mm-hmm. Dit is gewoon zo. Ja, daarom vroeg ik je ook net van, leren mensen iets van crisissituaties? Hè? Ik bedoel, we hebben van de Tweede Wereldoorlog volgens mij wel wat geleerd. We hebben wel wat opgestoken van de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar die mensen leven bijna niet meer. Nee, dat klopt. En nu zijn er weer nieuwe breintjes. En die moeten weer nieuwe ervaring opdoen. Dus je zegt eigenlijk, het collectief bewustzijn moet zichzelf bij iedere geboorte opnieuw uitvinden. Juist. Ja, is dat zo? Is bewustzijn niet overdraagbaar van generatie op generatie? Nou ja, het schijnt wel dat, ook als we naar epigenetica et cetera kijken, dat je bepaalde dingen wel doorgeeft aan volgende generaties, maar niet zo. Want bijvoorbeeld zo onze generatie heeft al meegekregen van de vorige generatie, wat er in de Tweede Wereldoorlog is allemaal is gebeurd en dat het een kwalijke zaak is om een etnische groep te demoniseren bijvoorbeeld. Hè? Dat hebben we wel meegekregen, volgens mij. Dat is wel deel uit gaan maken van ons collectieve bewustzijn. En dat dragen wij misschien ook weer over aan de volgende. Nou ja, dat zit ik ook qua conditionering, is dat wel meegegeven. Oké. Dus je zegt uiteindelijk lost zich wel op. Je ziet dat ook wel terug in de geschiedenis. Maar wat mij wel zorgen baart is, kijk, die dictaturen die zijn niet eeuwig, die zijn niet eindeloos. Maar in de tussentijd dat ze bestaan, kunnen ze wel ontzettend veel leed en ellende aanrichten. Ja, en het is een hele interessante golfbeweging dit. Omdat we nu voor het eerst, dat hoorde ik jou in jouw interview duidelijk zeggen van... De technologie is er nu bij. Ja. Dus voor het eerst hebben we pasjes, chips, noem het. We kunnen alles controleren. Allemaal testen doen in testtas. Hebben we ook het DNA van iedereen. Ja. Dus dat is nog niet voorgekomen. Aan de andere kant is het ook nog nooit voorgekomen dat een platform als Café Weltschmerz er kan zijn. Dat er een heel internet is waar mensen uit de hele wereld informatie met elkaar kunnen delen. Dus aan beide kanten is het een nieuwe situatie. Ja. En nu zie je dat ze natuurlijk... De kant van kritisch nadenken niet zo leuk vinden. Hè? Dus we gooien alles maar gelijk van YouTube. Ja. Maar alleen dan heb je weer een BitChute die denkt, hey, nieuwe markt, kom maar bij ons. Ja. Dus je kunt mensen niet blijven onderdrukken. Want dat onderdrukken van mensen is hetzelfde als een bal onder water houden. Ja. Op het moment dat je hem loslaat, springt hij Je moet er continu energie in blijven steken. Continu. En die energie die raakt op? Of waardoor komt die bal weer boven water? Als leiders hou je dit nooit vol. Nee. Dat, en op een gegeven moment wordt die druk zo groot dat het volk in opstand komt. Kan niet anders. Oké. En kan het zo zijn dat de technologie zo ver is inmiddels dat het opstanden kan onmogelijk maken, verhinderen? Ik bedoel, als wij straks overal een pasje voor nodig hebben om bijvoorbeeld in de supermarkt aan je eten te kunnen komen, ik noem maar een voorbeeld. Dan is het gewoon wel of geen toegang. Bliep open of bliep dicht blijven en met een computer kun je niet in discussie. Nee, maar de mens verzint dan ook wel weer nieuwe... Er zitten overal gaten in. Dus je zegt de mens is inventiever dan wat technologie ooit onder de pet kan houden. Of ooit kan blijven onderdrukken. Ja, en een AI is ook eigenlijk super dom. Die kan op bepaalde vlakken hele intelligente doen, maar die is ook alweer beïnvloed. Dus ja... De mens keert altijd terug naar zijn natuur. En dat gaat nu ook weer gebeuren. Dus je kunt zeggen, deze crisis die is overwinbaar. En hij heeft ook een functie. Ja, als je het uitgezoomd ziet. Ik bedoel, de uitdrukking, de crisis is noodzakelijk voor verandering. Dat klopt. Is volgens mij ook onderdeel van jouw visie. Ja, en ik heb al lang gedacht, want ik zag die Kondriev beweging, dat ik dacht, hé, wanneer zou de nieuwe crisis zijn? En je ziet, we hadden eerst die bankencrisis, die kwam onverwacht. Ja. En nu zie je dat deze kwam ook onverwacht. Het is best grappig hoe dat, als je het helemaal uitgezoomd bekijkt, dat het iedere keer weer een verrassing is. Ja. Oké. Hey, op dit moment heb jij ook geen optredens als cabaretier, neem ik aan? Webinars. Webinars. Ik sta de hele dag in mijn camera. Dat is wel een heel andere benadering, denk ik. Je mist de directe interactie met het publiek. Ja. Dus ik maak wel grapjes, alleen humor ontstaat toch echt in een zaal. Ja. En dit is wennen. Oké. Heb jij ook contact met collega's? Zeker. Ja? Ja. Die doen hetzelfde nu. Ja, oké. Alles via internet. Alles via het is wel een verschaling, hè? Ja. Ja, wat ik jammer vind is dat ik werk veel met Guido Weijers en die heeft vanaf dag 1 alles eraan gedaan om oplossingen te zoeken, om theaters op wat voor manier open te houden en dat we nog iets kunnen doen.
Maar als je al op dat vlak ziet hoe die wordt tegengewerkt, ja, door alles, tot zelfs het hoofd van die theaterwereld, tot de politiek, dat die brieven stuurt. En ja, het is wel pijnlijk dat ieder initiatief met de grond gelijk wordt gemaakt. Ja, ja, ja. Het lijkt erop, en dat is ook wel iets wat ik terugzie in andere dictaturen, is dat het altijd eerst de plezierige dingen zijn die verboden worden. Het lijkt alsof in een dictatuur plezier een bedreiging is. Ja, je zou het haast zeggen, ja. Of dat het niet hebben van plezier een voorwaarde is. Nou ja, kijk, het rare is, als je het volk zoet wilt houden, geef ze brood en spelen. Ja. Ja, dus op veel vlakken moet je ze juist plezier geven. Ja. Zodat ze met een beetje dom vermaak, ja, al niet te kritisch gaan kijken naar wat ze afgeleid worden. Alleen nu wordt natuurlijk volledig op die angst ingezet. Ja. Maar bijvoorbeeld het verbod om te dansen zie je in bijna alle dictaturen terug. Ja, en hoe ze het nu natuurlijk inzetten is omdat die behoefte enorm is van de mensen om elkaar weer te ontmoeten. Ja. Dat, kijk, als ze straks werkelijk komen met zo'n pasje, dan weten we genoeg. Dan kan niet anders dat het dan echt helemaal georchestreerd, ja, is. Want dan heb je dus een pasje met een pincode en noem maar op, of een barcode. Of een barcode, ja. En dan mag je weer naar Pinkpop. Ja. Onder voorwaarden. Ik snap ook niet dat ze dan nu al, dat zo'n Hugo de Jonge al komt. Mensen die het vaccin niet nemen, krijgen wellicht represailles. Mm. Of worden beperkt in wat ze mogen. Mm. Hoe kun je dat nou als leider zeggen als jij nog niet eens weet of het vaccin er komt en of het werkt? Want vaccins hebben 5 tot 10 jaar nodig voordat we enigszins weten, werkt het en hoe zijn de bijwerkingen? En net als de griepprik, die werkt ook maar voor 40-50%. Ja. En voor de groep boven de 55 nauwelijks, want die maken bijna geen antistoffen aan. Mm-hmm. Dus wij zetten nu massaal in op een vaccin, wat waarschijnlijk het minste werkt voor de groep die we moeten beschermen. Ja. En daar hangen we dan een pasje aan. Ja. Nou, of het is om het pasje te doen. Dat is mijn enige verklaring. Ja, dat moet dan uiteindelijk de verklaring zijn. Als alle ratio wegvalt, af alle rationaliteit, ja, alle redelijkheid en logica wegvalt, ja, dan blijf je uiteindelijk over met, dan gaat het dus kennelijk om de maatregelen en de consequenties daarvan. Juist. Okay. Dus als het pasje er komt, dan kijken we nog eens terug naar dit interview en zeggen, zie je, ja. Okay. Het is inderdaad macht gecorrumpeerd. Ja. En de macht bestaat natuurlijk bij de gratie van de gehoorzaamheid. En als je die gehoorzaamheid kunt afdwingen, dan betekent dat je daarmee je macht kunt laten groeien. Juist. Ja. Dus een machthebber is er altijd op geënt om nog meer macht te krijgen. Ja. Het is never ending. Ja. En die zal nooit denken, oh, ik ga eens wat vrijheid teruggeven. Nee, ze zullen nooit zeggen, het is welletjes geweest. Ik ken maar weinig leiders die dat hebben die dat gedaan. Doen. Waarom denk je dat dat zo is? Waarom denk je dat de machthebber altijd meer macht? Je noemde net al iets dat het een verslaving is. Nou ja, het is. Maar dat is een persoonlijk ding. Maar als je je verplaatst in een positie van een machthebber, zou die zich daardoor ook door... Ik heb soms het idee dat machthebbers zich gedwongen voelen om verder te gaan. Ook? Vanuit praktische overwegingen. Mm-hmm. Klopt. Ja? Dus kijk, zo'n machthebber zit ook weer met allerlei sociale druk om zich heen. Ja. Ook met groupthink, want je komt met aanraken met mensen die ook zo denken. En als je ziet dat die ook op een bepaalde manier handelen, ga je dat ook weer kopiëren. Mm. Dus je komt uiteindelijk, niet omdat je intrinsiek slecht bent, maar omdat jouw brein in een situatie komt waarbij die continu ziet dat daar ook gebeurt. En daar blijft wel dat om dezelfde kick te krijgen, dopamine kick, heb je steeds meer macht nodig. Ja, het is net als drugs. Druk, ja. Ja, dus zelfs de grootste wereldleider, of Napoleon, dacht ook niet na 4 landjes van, zo, nu is er wel welletjes, weet je wel. Die dacht ook, zo nu eens doen. Ja, ja. En datzelfde was bij Hitler. We zitten gek in elkaar. Ja. Ik kan me ook voorstellen kijk, ten eerste heb je natuurlijk een bepaalde mindset nodig om het verlangen naar macht te hebben. Ik denk niet dat iedereen dat heeft. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Maar 1 op de 100 mensen heeft een psychopathische aanleg. Ja. Heeft dus veel minder, of niet of nauwelijks, empathie. Empathie. En dat zie je ook. Kijk, een normaal brein, als die halverwege de ladder is, denkt die, het is even goed zo, want ik heb ook nog een gezin en ik heb nog hobby's. En morele grenzen. Morele grenzen. Ik ga niet alles opofferen om daar te komen. Alleen maar de megalomanen offeren alles op om daar te komen. Okay. En helaas zitten daar
Ik zal geen namen noemen, maar er zitten aardig wat van aan de top. Hoor. Ja, nou, dat is mijn waarneming ook. Ik weet niet of je toevallig het gesprek met Jan Storms hebt gezien, hier op Weltschmerz recentelijk. Ja, volgens mij wel. Ja, hij is... Het ging over psychopathie. Ja, hij zegt ook, de kenmerken van dit beleid zijn puur psychopathisch. Ja. En hij legt het ook heel, heel mooi uit. Maar ja, wat ik me wel kan voorstellen is, kijk, als je inderdaad geen morele grenzen hebt, of in ieder geval geen geweten hebt en geen empathie hebt, dan daar zitten die morele grenzen, die bevinden zich in daarbinnen, hè? Ja. Als je die niet hebt, dan heb je eigenlijk altijd een voorsprong in de race naar de top. Ja. Bij mensen die op een gegeven moment moeten afhaken om te zeggen, nou wordt mij te gek. Ja. Dus dat zou betekenen dat de psychopaten per definitie boven komen drijven. Vaak wel. Of ze zitten in de gevangenis, hè. Daar zit ook een deel. Ja. Maar die psychopaat is wel, als we de chimpansees vergelijken, dat alfa mannetje wat alles misbruikt. Ja. En dan door de beta door wordt afgeschopt. Ja. En dat is de enige manier om het te doen. Het boontje komt op zijn loontje. Uiteindelijk. Ja. 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 Dus het is een illusie van eigenlijk is macht dus een machtsmisbruik is een illusie, laat ik het zo zeggen. Het idee daarmee weg te komen. Want een machtszoeker of een machthebber die neemt daarmee ook een behoorlijk risico. En dat hebben we in het verleden ook gezien. Er zijn nogal wat op de guillotine gesneuveld en zo. Ja. Ja. Is dat risico nemen onderdeel van die dopamine aanmaak? Ja. Dat, maar op het moment dat je echt zo'n psychopathische aanleg hebt, dan interesseert het je toch allemaal niet. En dan is maar het enige is dat je gewoon echt vanuit dat ego de alfaman wil zijn. Dat zien we natuurlijk bij specifieke leiders in de wereld heel erg. Hè? Dat het alleen maar is om status, om geliefd te worden, dat mensen je aanbidden en alleen maar hoger op te komen. En van daaruit bedrijf je dan je politiek. Oké. Ja. Dus... En weet je wat lullig is? Dat ons brein iemand sterk vindt als die geen twijfel heeft. Ja. Kijk, een wijs man twijfelt, of een vrouw, twijfelt aan alles. Mm-hmm. Want die denkt, oh, het kan ook dit, of dat is allemaal grijs gebied. Alleen iemand die nooit twijfelt, wordt al sterk gezien. Ja. En dus gaan we vaak in eerste instantie gaan we die mensen volgen. Ja. En komen er daarna achter van, oh wacht even. De afwezigheid van vrees. Ja. Kan leiden tot de illusie van vastberadenheid. Juist. Ja. En het is het Dunning-Kruger effect. Het inhoudt dat mensen die nauwelijks ergens kaas van hebben gegeten... Ja. vaak superveel vertrouwen hebben in hun kunde. Ja. Dat ja. zag je bij Trump, die dan zegt... corona, maar een beetje bleek middels slikken, joh. Sounds reasonable to me. dat is Dunning-Kruger effect. Ja, oké. Okay. En de wijze mensen die blijven voortdurend aan zichzelf twijfelen. Nou, mijn collega, zij is een neurowetenschapper ook, maar zij heeft 3 universitaire titels. Ja. En Dunning-Kruger houdt ook in dat als je heel veel weet, weet je ook dat er heel veel is wat je niet weet. En zij is super onzeker. Ze denkt, dan gaan we training geven, weet ik wel genoeg. Ja. Zeg, er zijn weinig mensen met 3 universitaire titels. Ja. Maar dus dat is de andere kant van de medaille. Dus de idioten schreeuwen het hardst. Holle vaten klinkt het hardst. Holle vaten klinkt het hardst. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik vind het toch wel een positieve boodschap, moet ik zeggen. Gelukkig maar. Gelukkig maar, ja. Dus we kunnen blijven lachen. Misschien moeten we ons even inhouden een klein beetje nu, maar het komt weer goed. Het is gewoon een golfbeweging. Maar daar hoort ook bij dat er aan de ene kant alleen de hele geschiedenis macht wordt misbruikt. En dat het volk weer in opstand komt. Ja. Het is precies hetzelfde terug te voeren op die groep van 150. En dat gaat min of meer vanzelf, zeg je eigenlijk. Het is niet zo dat we nu heel erg moeten gaan kijken naar onze verantwoordelijkheid. We moeten dit en we moeten dat, we moeten zo. Dat denk je ratio. Ja. Maar uiteindelijk is het jouw primaire brein die de beslissingen maakt. Ja. En daarna praat dat ratio het wel weg. Okay. Dus dat, uiteindelijk gaat dat allemaal vanzelf. Oké. Okay. Ja. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter. Helemaal fijn. Dankjewel, Paul. Yes. Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer jezelf. En word onderdeel van de oplossing.